Staat hij al aan? Ja. Oh ja. Oké. Okay. Hoi, hier is Iris. Hey, en ik ben Veronica. Ja, dat ging goed. Ja, helemaal top. Wij gaan samen een hele leuke video voor jullie opnemen. Ja, twee zelfs. Ja, inderdaad. Zoals je ziet hebben wij allebei een beetje het soort van hetzelfde haar, maar ook weer niet helemaal. Iets met krullen gaan we doen. Ja, want we hadden bedacht, we gaan een natuurlijk haarmasker maken. Juist, want het is zomer, ja. Je bent veel in de zon, je haar droogt uit. Ja. Het geld is op, want je bent op vakantie, je gaat allemaal leuke dingen doen. Dus je wil gewoon zo goedkoop mogelijk een goed masker maken voor je haar. We weten ook nog niet of het goed gaat zijn, maar dat gaan we dus voor jullie testen. Want wij hebben bedacht om een haarmasker te maken van de volgende ingrediënten. Welkom bij dit kookprogramma. We gaan beginnen met nemen. Een avocado, ik denk dat ik daarmee ga beginnen. Ik ga eigenlijk gewoon een beetje freewheelen. Maar je weet wel wat goed is voor het... Dit is, zijn allemaal ingrediënten die goed zijn voor je haar. Zo. Oh, dit gaat heel soepel. Ja. Oké. Okay. Dan, banaan. Mm-hmm. Bananen. Oké, dit moet je gaan prakken. Ja. Dus ik doe dat even met een vork. Niet of dat heel goed gaat. Je moet gewoon lekker al je agressiviteit erin gooien. En dan... Komt het vanzelf goed. Moet je bedenken dat we dit in ons haar gaan smeren. Oh, ja. Zo, kijk, dit meid even brakken. Jeetje, wat kan ze brakken dan? Oké, okay, nou. Dan gaan we er kokosmelk bij doen. Kijk mijn vinger. Oh, kijk. Ja. Dit is kokosmelk, biologische. Ik weet niet, ja, dat is beter denk ik dan gewone. Daar gaan we altijd vanuit. Dat is namelijk ook duurder. Ja, precies. Nou, dit ga je erbij doen. Oh. Zo. Oh, lekker. Hoppa. Hoppakee. Oké. Okay. Het ziet eruit alsof je dit echt al veel vaker hebt gedaan hoor. Nou, nog nooit. Nou, dat doe je het heel goed. Vol overtuiging. Zou het te waterig zijn? Nee joh. Oh. We kwakken het toch wel in ons haar. Moet het niet toch in een blender of zo? Wil je een blender gebruiken? Misschien wel. Of niet? Heb je een blender? Ja, die heb ik. Dat is misschien wel beter. Want het is nu echt... Je bent gewoon heel veel te lui om te proeven. Ja, maar anders krijgen we allemaal van die stukjes in ons haar. En dat is echt vies. Dat wil je niet, nee. Nee, dat is waar. Dus misschien moeten we toch even... Ik ga een blender voor je pakken. Top. Gebruik dus altijd een blender. Komen we nu achter. Hoe werkt dit? Wacht. Is die dicht? Ja. Oké, okay, aan. En dan? Kijk! Oké. Okay. Kijk, dan is hij wel een stuk smoother, weet je. Kijk maar. Ja, dit is top. Dit is gewoon wel echt een beetje een haarmasker al, hoor. Een haarpasta. Ja. En dan heb je nog een paar druppeltjes olie nodig. Hoeveel doe je normaal in je haar van deze olie? Ja, een handje. Oké, okay, dus dan doe je een handje. Een handje? Ik weet niet wat dit is. Een amandel. Ja, juist. Zoiets. Ja, perfect. Hup, olie erdoorheen. Oké, nog een beetje meer. Lekker haarolie. Ja. Altijd goed. Dat doe je er doorheen. Zo. Nou, een beetje roeren. En dan heb je volgens mij best wel een goed haarmasker. Maar dat gaan we testen. Nou, ben ik. Dit is het geworden. Ja. Kijk. Oh, het is een soort groene smurrie. Ja, maar het ziet er wel echt goed uit. Best wel gewoon. En het ruikt lekker. Ja, het ruikt een beetje tropisch. Avocado is goed voor de droge haartjes. En banaan weet ik eigenlijk niet. Proteïne, maar dat, heb ik gelezen. Proteïne. Ja. En kokosmelk, dat is ook goed voor... ja, je weet toch, kokos. Ja, kokos. Ja, iets met kokos. Gewoon goed. Want het is dus, zomer. Ja, en dan dus die olie, dat maakt het even nog wat zachter of zo. Oké, okay, okay, en niet in de hoofdhuid, hè? Want dan krijg je echt zo'n vette... Nee, nee, nee. Gewoon lekker op mijn haar. Doe maar niet omhoog. Oh, ja. Je doet het ook alsof er iets heel raars in mijn haar gaat. Het is ook heel raar. Het is gewoon normaal. Ja, kijk gewoon dan, normaal. Je bent nu aan het knoeien. Sorry.
Oké, okay, ik ga even een beetje zo. Schilderen. Wat is er nog een bepaalde. Hoe moet ik dit doen? Ja, met zo, liefde. Met liefde. Heel veel liefde. Dat is wat mijn haar nodig heeft, namelijk. Liefde en avocado. Ja. Kijk. We maken hier nu een grap van, maar uiteindelijk is het wel. Nou, ik ben dus echt benieuwd hoe dit. De bedoeling dat je het gevoel hebt dat je haar wordt gevoed. Ja. Misschien even een muziekje. Ja, even muziekje. Muziekje. Je moet het doorspoelen. Moet er folie omheen? Weet ik niet. Ik weet het ook niet. Heb ik ergens gelezen. Het ziet er gewoon heel cool uit. Volgens mij is het niet nodig, die folie, maar ik doe het gewoon. Dan trekt het schijnbaar beter in. Ja. Wacht, ik pak wat meer. Kijk, dit is alsof je bij de kapper bent geweest, weet je. Toch? Ja. Top. Wauw. Ik denk dat het ongeveer een half uur in moet trekken. Oké, okay, dan houden we het een half uurtje. Dat is meestal met maskers. Ja, denk ik. Ja. Oké. Okay. Ik heb ook echt heel droog haar, dus. Kan je een bakje vasthouden? Ja. Ja, Iris, nu ben jij aan de beurt. Ja. Aluminiumfolie, ja. Hè? Ja. Dat doe ik wel even zo. Hoe heb jij dit gedaan? Als een soort van handdoek. Ja. Gewoon. Ja. Maar dat is wel goed om te weten. Mocht je dit nou thuis ook gaan doen of op vakantie. Ja. Die folie is volgens mij gewoon een bijkomstigheid, hoor. Ik denk niet dat het echt per se nodig is om die folie. Maar we vinden het gewoon heel leuk. Ja. Het is gewoon een beetje futuristisch in eruit. Ja. Oké, okay, en nu wachten. 30 minuten wachten. Ja. Dan kan je natuurlijk heel veel doen in de tussentijd. Je moet even zo'n muziekje opzetten. Kijk, een muziekje. Ja, zo naar mij. En dan zo'n klokje of zo. Oh, dit is echt leuk. Nou, ik heb een verrassing voor je. Blijf zitten. Als we dan toch moeten wachten. Ja. Je kan dus ook, als je wil, een. Ja, dan maak je er gewoon een soort unicorn van. Ben je nou een unicorn voor jezelf aan het maken? Ja. Kijk. Oh yes, je bent echt een unicorn! Wat is dat? Ik heb vakantie meegenomen. Yay! Sangria. Lekker! Proost! Heel chill. I know. Oeh, die is echt goed. Ik had nooit gedacht dat ik zeg maar met een unicorn sangria zou gaan drinken. Kijk, jij past niet eens in beeld. Nee. It's amazing. Oké. Okay, kan je mij prikken met dat ding? Dit is echt flauw. Maar dit is een heel goed idee. Dit is echt... Nou, helemaal vakantie. Ja. Jee. We moeten toch 30 minuten wachten. Ja. Nou. De 30 minuten. 30 minuten zijn voorbij. Dus we gaan het uitspoelen. Even kijken hoe het er nu uitziet. Oeh, het is helemaal een beetje wit. Oh, het is wel goed ingetrokken. Oeh, je ruikt het ook goed, hè? Oh ja. Nou. Uitspoelen? Uitspoelen met koud water, hè? Ja, dat is, ik weet niet waarom dat goed is, maar blijkbaar is het wel beter om met koud water te doen. Tum, tum, tum. Wow. Oh mijn god. It's amazing. Nou ja, het is serieus wel echt. Ja. Wij merken wel verschil, je ziet de kracht erin. Nee, maar kijk hoe mooi jouw haar zo krult. Ik heb een hele rare kuif. Nee, maar het zit wel... Het is... Maar het voelt. Ja, ik kan het niet uitleggen wat het doet, maar het is iets wat...
Ja, het valt mooi. Wij waren zo sarcastisch bezig met dit haarmasker. Maar het is best wel goed. Dus als je krullen hebt en je wil lekker iets te doen hebben in vakantie, ga dit doen. Doe dit. Superleuk. Ik ben trots op ons. Ik ook. Oh, yay. Hey, en weet je wat nou het leuke is? Omdat wij toch nog deze dag vrij hebben. Ja. Gaan we gelijk nog een ander filmpje opnemen. Ja, en dat komt dan weer op jouw kanaal. Dus het is nog niet afgelopen, mensen. Ja. Willen jullie nou de andere video zien? Kijken wat we daar gaan doen? Ja. Ga dan even naar Veronica's kanaal. Yes. Dat is Veronica van Hoogdalen, boy. Ja. What about beauty? Toch? What about beauty? What about beauty? En dan zien we jullie daar. En vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer je. Woe. Niet vergeten dankjewel te doen. Voor het kijken. Dikke kus. Doei. Doeg. Yes. Leuk. Nou, dit is... Woe. Dit is fijn.